Je bent iets minder in de film te zien natuurlijk. Hoe heb je zelf die opnames beleefd? Ja, dat is altijd leuk natuurlijk. We zijn nu al 6 jaar nachtwachters. En mijn personage is een heel leuk personage om te spelen. Omdat Cooper denkt dat hij alles onder controle heeft, maar eigenlijk heeft hij niks onder controle. Hij weet ook niet wat voor wezens dat zijn. Hij weet er ook niet van. Dus dat vind ik wel leuk om te spelen. Dat is herkenbaar ook voor die kinderen. Maar deze keer zit ik er maar in 2 scènes in. Dat heeft te maken met agenda's. Musical dance, die liep. Opnames voor thuis. Je moet ook weten, de pandemie kwam ertussen. We hebben die opnames een jaar moeten verlaten. En daardoor kwam mijn agenda plots met 3 verschillende... projecten. En Studio 100 heeft toen beslist van, ja, Cooper uitlaten doen we ook niet. Maar we gaan hem dan eigenlijk maar, ja, in het begin en het einde. Zoals in de verhaaltjes ook wel soms vaak het geval is. Hè? Omdat Cooper natuurlijk niks mag weten van wat er allemaal in de onderwereld gebeurt. Hij kent daar ook niks van, hij weet daar ook niks van. En als hij het weet, wordt er op het einde altijd gezegd, Oblivie heeft zoiets, en hij vergeet alles. Dus dat is wel het fijne aan die rol. Nu ja, we zitten aan de 3e film. Elk personage van de nachtwacht is gepasseerd. Wat denk je? Cooper voor 4? Ja, dat zou leuk zijn natuurlijk. Ja, Cooper en Helena. Een liefdesverhaal. Heel mooi. Zou leuk zijn. Ja, heb je toch ook met de gastacteurs even kunnen samenwerken? Of heb je die allemaal niet gezien tijdens opnames? Jawel, ja, ik heb ze wel gezien. Niet allemaal. Maar Guga ken ik ook al heel lang. Privé dan ook. Maar daar heb ik niet mee gedraaid. Dus daar komen we niet mee in contact. Maar er was wel een... dus in de laatste scène, als alles goed komt, daar heb ik wel een paar gastacteurs gezien. Dat is altijd fijn om nieuwe mensen te leren kennen.